gaaf natuurlijk. Ik bedoel, Achterhoek, Groenlo, klein vestingstadje. Link met Amsterdam is natuurlijk superleuk. Ja, deze pittoreske gemeente hoort binnenkort met een zogenoemd stadsverbond een beetje bij ons. Al is het maar symbolisch. Omdat wij denken dat Amsterdam ons wat te bieden heeft en Oost-Gelre en de regio Achterhoek ook Amsterdam iets te bieden kunnen hebben. Bent u niet bang dat het vooral symbolisch is? Nee, de symboliek is mooi, maar wij hebben het enthousiasme geproefd. We zijn zelf enthousiast. Het stadsverbond was een idee van Weiler burgemeester Van der Laan. Als bedankje. Het is echt, hij heeft gezegd het is payback time. En dat betekent dat Amsterdam graag iets terug wilde doen toen Amsterdam het moeilijk had en andere steden en gemeentes geholpen hebben voor de rest van het land. Het verbond zal vooral betekenen dat ambtenaren met elkaar in contact gebracht zullen worden om kennis uit te wisselen en om landelijk meer voor elkaar te kunnen krijgen. Voor de bewoners van Oost-Gelre is in ieder geval één ding vast duidelijk. Wat kunnen jullie van ons leren? Voetballen. Ik ben er wel eens een aantal keren geweest. Ajax kijken en zo, weet je wel. Ja, ik ben ook een beetje Ajax-fan, hè? Ja. Ik denk dat wij wel wat mondiger mogen worden. Wij Achterhoekers en wat meer voor onszelf om mogen opkomen. Vindt u best mondig? Nou, dankjewel. Ja, dat heb ik ook geleerd natuurlijk. Hè? Het is altijd wel heel rustig. En heel rustig is ook leuk, maar te rustig weer niet. En Amsterdam is weer te druk. Dus een mooie mengelmoes is ook leuk. Om het verbond concreet te maken is de eerste officiële samenwerking al bedacht. Er komt een kaart met een wandel- en fietspad tussen Amsterdam en Oost-Gelre. Kom een keer naar de Achterhoek en geniet van de prachtige omgeving en de prachtige parken enzovoort, zeg maar. Als u dan een keer op de fiets naar Amsterdam komt? Nou, dat doe ik. Ik fiets elke dag 50 kilometer, waarom zou ik niet naar Amsterdam kunnen fietsen? Huh?